Wietplantages in huurwoningen vormen een enorm probleem. Bovendien is het gevaarlijk. En als verhuurder van een huis met plantjes kan je enorm gelazen krijgen. Zoals bijvoorbeeld het echtpaar Emk uit Leerdam. Dan heb ik de tranen in mijn ogen. Voor het onrecht. Het onrecht dat zegeviert. Het is gruwelijk. Juni 2017. In het centrum van Leerdam rukken alle hulpdiensten uit. Maar er is dan al geen houden meer aan. Het winkelpand van Piet en Clara Emk fikt compleet uit. Een pand dat ze een jaar daarvoor aan ene Adriaan hadden verhuurd. Piet, die een herseninfarct achter de rug heeft, waardoor hij invalide is geworden, ziet nu ook zijn pensioen in rook opgaan. En als het vuur eenmaal geblust is, treft de politie daar een professionele hennepplantage aan. Het leven van Piet en Clara is dan volledig geruïneerd. Dan kan ik je even laten zien hoe het eruit ziet. Van de achterkant. Zo ziet het eruit. Hoe vind je nou? Dat bedoel ik. Dit is wat er van over is? Ja. En het is helemaal totaal los? Nou ja, bijna ja. En hier is het grootste gedeelte van de hennep gevonden. Dit is allemaal wietplantage geweest? Hier onder dit gedeelte? Ja. En ook in de winkel een kleiner stuk. Dus hij heeft het in het, zeg maar, het meest vergelegen stuk heeft hij het verborgen gehouden? Ja, klopt. In dat gedeelte hebben ze 112 planten gevonden. En hier ergens in de buurt van de 500, 485 of zo. Maar wij hebben nog geluk gehad, omdat er waren heel veel brandweerauto's. Anders kon de hele binnenstad afbranden. Wat gaat er dan door je heen? Eigenlijk voor wat je gewerkt had, voor later. Dat je toch wel een aanvulling op je pensioen hebt en toch wel een wat rustigere leven en een wat betere leven. Ja, dat gaat in vlam op. Hoe snel hebben jullie contact met Adriaan gehad, de huurder? Nou, ik heb hem gelijk gebeld. Maar hij was slecht aanspreekbaar. Omdat? Of alcohol of iets anders, dat weet ik niet. Maar er viel niet veel op te maken van zijn woorden. En het eerste wat hij tegen mij zei, ja, jullie zijn toch verzekerd. Nou, die heeft het al gelijk gezegd dat ze niets uitkeren omdat er hennep gevonden is. Ondanks dat wij er nergens van af wisten. Maar zij keerden niets uit en dat doen ze inderdaad niet. Bij de nasleep laat het stel zich bijstaan door Alex Voren. De man achter de Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt. De verzekering zegt een paar dingen. De eerste is dat ze zeggen het is een bestemmingswijziging op het pand. Het is een pand voor detailhandel. En omdat er een wietplantage in staat, heet in één keer dat het een agrarisch bedrijf is. Dus een hele andere bestemming. Dus zeggen ze, dat dekt de polis niet voor. Terwijl je als eigenaar niet weet dat het de bestemming wijzigt. Juridisch gezien werkt dat zo. Je bent, als er een bestemmingswijziging op het pand komt, moet je dat melden. En als je dat dus niet weet, dan gaat de verzekeringsmaatschappij zich daarachter verschuilen. Het is gelijk het antwoord gekomen dat ze niets uitkeren. Vanwege de wietplantage. Ja. Hoe hebben jullie Adriaan leren kennen? Hoe is hij jullie huurder geworden? Zijn moeder is mijn vriendin. Mm-hmm. En hij had woonruimte nodig omdat zijn relatie was net uitgegaan. Hij dacht echt dat we een ideale huurder hadden. We vertrouwden hem en het was helemaal bekend. Dus ik dacht, nou, dat kan niet missen. De zoon van een vriendin dus. En na de brand neemt deze vriendin het dan ook nog op voor haar zoon. Wel na de brand heeft ze tot 3 keer toegebeld en behoeven van haar zoon. Om toch wel wat spullen uit de winkel te kunnen halen. En daarna heb ik nooit meer iets van gehoord. Wel onder andere dat zij de voorschot, hoe zij het noemde, dat was de bankgarantie. 3 maanden huur, als ik dat terug wilde geven. Want die hadden jullie natuurlijk van hun... Ja. Ja. Dat heb je niet gedaan? Nee, natuurlijk niet. Wij hebben een schade van 875.000 euro. Piet, wat vind je nou het meest onrechtvaardig aan deze situatie? Nou, de hele geschiedenis. Wij zijn onschuldig als pasgeboren baby's. We wisten niks, de buren wisten niks, niemand had enig vermoeden. Degene die aangeklaagd wordt, Adriaan, is voorlopig aangeklaagd.
die krijgt een advocaat toegewezen. Wij mogen het zelf betalen. Je hebt absoluut geen ene instantie die komt. Meneer, mevrouw, u heeft heel veel schade. Met wat kunnen wij u bijstaan? Absoluut geen ene instantie. De familie M kon niet eens aangifte doen van iets. Ze werden ook niet erkend als slachtoffer, maar als mededader. Omdat zij het pand bezitten. Gefaciliteerd zouden hebben. Ja, ze hebben gefaciliteerd. Er wordt eerst maar eens uitgezocht worden of ze er überhaupt daarbij betrokken zijn. En tot die tijd kunnen ze helemaal niets. Nou, het is onmogelijk in Nederland dat zoiets bestaat. Daar zijn we toch een beschaafd Nederland voor. Ons Nederland, jouw Nederland, mijn Nederland. Dan heb ik de tranen in mijn ogen. Voor het onrecht. Voor het onrecht dat ze zijn gevierd. Het is gruwelijk. Ik kan niet anders zeggen. Het is keihard. Het is het ook. En ik ben mantelzorger voor mijn man 24-7. Ja. Het was al voor niet zo makkelijk. Maar dit maakt het niet makkelijker op. Onze levensvreugde is weg. Is totaal weg. Piet en Clara staan ermee op en gaan ermee naar bed. Elke dag worden zij herinnerd aan de puinhoop die zij nog dagelijks moeten aanschouwen. En ook al heeft Clara het er erg moeilijk mee, ze is bereid om voor Jens nog eenmaal de toegang te verschaffen tot de afgebrande ruimte. Ja, jullie moeten echt eroverheen, hoor. Ga je er binnen of geloof ik wel? Ik heb daar altijd moeite mee, hoor. Wat? Ik heb daar altijd moeite mee. En boven is het helemaal verwoest. Oh ja, totaal. Dus dan is dit nog relatief intact? Ja. En hieronder ook. En daar achterin was er een ruimtetje waar hij 112 planten in had. Daar achterin, wat daar afgetimmerd is. Dit was er niet. Dit was de laatste 2 maanden neergezet. Nou, ik ga niet verder, hoor, om heel eerlijk te zijn. De confrontatie met de enorme schade wordt Clara dan gewoonweg te veel. Nou, ik ga eruit, jongens. Sorry. Ik heb mijn hele leven eerlijk en sportief zaken gedaan. En dat was een plezier. Maar hoe deze gasten plezier in hun werk kunnen hebben, dat is onmogelijk. Dat dit mogelijk is. Een bizarre situatie. En dat omdat je de zoon van een vriendin op gang wil helpen. Omdat Jens graag wil weten hoe deze vriendin er nu over denkt, neemt hij contact met haar op. Ik ben Jens Oldekalter van SBS. Ik ben bezig met een reportage over de brand bij de familie Emk. Oké, ja. Vindt u het goed als ik u daar wat over vraag? Nee, dat vind ik eigenlijk niet goed, nee. Oh, heb ik nog één vraag. Spreekt u uw zoon nog wel eens? Ja, het is mijn zoon, hè? Ja. Ik stop nu met antwoorden. Goedemiddag. Nou, dank u wel in ieder geval. Maar wie is deze Adriaan die zoveel leed heeft veroorzaakt? Als we ons in hem verdiepen, blijkt dat hij geen onbekende is van justitie. En Adriaan heeft gewoon antecedenten. Hij is als dader betrokken geweest bij een schietincident op de snelweg. Hij heeft eerdere drugs. In de zin dat hij zelf de schutter was? In de zin dat hij zelf de schutter was. Ik enter nu dichtbij. Ik ga achter die Volkswagen staan. Adriaan moest in januari voor de rechter verschijnen en kwam toen ineens met het verweer dat niet hij, maar een onderhuurster verantwoordelijk zou zijn voor de brand. Deze onderhuurster zou nu zijn verdwenen en onvindbaar zijn. Maar Clara en Piet hebben deze onderhuurster nog nooit gezien. En Adriaan heeft ook nooit toestemming gevraagd voor onderhuur. Maar hoe dan ook houdt het echt maar hem als hoofdhuurder verantwoordelijk. Reden voor Jens om Adriaan op te zoeken. Is hij misschien toch bereid het echtpaar schadeloos te stellen? We hebben een oud adres van Adriaan. Maar daar heeft hij zich al lang niet meer laten zien. Maar al snel krijgen we informatie dat hij verblijft op een terrein in de omgeving van Leerdam. Het gebouwtje links van de jeep. Daar zie ik, daar zit een deur open en daar zie ik af en toe beweging. Ik kan het niet goed zien, maar daar is. Maar daar is in ieder geval iemand. En hier wordt Adriaan inderdaad gespot. Ik krijg net het bericht door van ons surveillance team dat Adriaan bij zijn woning is.
Dus dat betekent dat we er nu op af kunnen en hopelijk over een paar minuten even met hem in gesprek kunnen. Het is natuurlijk wel gebleken dat Adriaan in het verleden tot een aantal dingen in staat is geweest. Hij heeft een vuurwapendelict op zijn naam. Ja, om het toch maar zeker wat onzeker te nemen, denk ik een beetje ingesnoerd. Je weet het nooit, maar ik hoop gewoon dat het bij een prettig gesprek blijft. En het huis is nu links. Ja. Moet ik door of niet? Oh ja, hij is daar. Ja, doorrijden. Nee, zet ik hem hier neer. Stop maar. Hier is goed. Ja. Het is gewoon geen fijn persoon. Hij heeft meerdere gezichten. Dus hij kan heel charmant zijn in je gezicht. En als hij boos wordt, dan wordt hij ontzettend boos. En dan is hij een totaal andere persoon. Zal ik hem even doen? Goedemorgen. Zoek Adriaan. Hoi. Weet u waar Adriaan is? Adriaan? Ja. Daar ben ik. Oh, hoi. Jens Holdekalter. Jens Holdekalter, journalist van tv-programma Foute Boel. Oh. En een vraagje aan je. Schikt het even als we... Nee. Heel kort. We willen toch graag even één ding weten over het pand aan de Hoogstraat wat er daar gebeurd is. In de tijd dat jij dat huurde. Ja, nee, daar heb ik nul commentaar op. Oké, maar er zijn wel wat nare dingen gebeurd. Er zat een wietplantage. Wilt u alsjeblieft van mijn terrein afgaan? Waar is je terrein? Moet je even aangeven dan? Mijn terrein stopt hier. Oké. Maar goed, ik heb een hele redelijke vraag voor je. Ja. Er was daar een wietplantage. Die is afgebrand. Daar was het hele pand afgebrand. En de mensen die jou in vertrouwen hebben genomen, door jou het pand te verhuren... Wilt u wel van mijn terrein afgaan? Maar je kan het gewoon even... Bel de politie. Ik heb helemaal geen zin hier. Hé, hey, luister, die mensen, Clara, ja, jouw moeder is gebeld door mij. Want door jouw moeder heb jij dat pand kunnen huren. En mensen die hebben jou het gegund om jou uit de problemen te helpen. Ik denk niet dat je weet hoe het zit. Als ik dat niet weet, wil ik het graag van jou horen nu. Gaat niet gebeuren. Het zou best kunnen dat ik het niet weet, dat ik geen idee heb. Ik weet zeker dat u het niet weet, maar het gaat... Maar leg het me dan uit. Nee. Waarom niet? Is het ingewikkeld. Op advies van mijn advocaat... Ja, goed, tuurlijk, maar... Zometeen, als het voorbij is... Ja? Als de rechtszaken zijn geweest, Okay. Dan zal het allemaal duidelijk worden. En dan valt alles op zijn plaats. Maar is er dan een kans dat Piet en Clara Emke, die nu helemaal geruïneerd zijn... maar dat zij enige kans hebben dat hun schade wordt vergoed door jou? Nou, als u journalist bent, kunt u misschien onderzoeken hoeveel geld ze echt hebben. Hoeveel geld hebben ze dan? Miljoenen. Miljoenen? Ja. Goed, maar dat neemt niet weg dat ze dan nog steeds... Het gaan we over zielig doen en geruïneerd. Nee. En als ik dan zeg, nou kijk daar even naar dat het niet goed is, dan gaan we weer... Maar ik ga niet met u... Nee, goed. Maar wanneer ben jij dan voor het laatst bij ze geweest om te kijken hoe het met ze gaat? Want jij weet het ook niet zo goed, want jij bent er niet meer geweest. Ik ben niet welkom. Het gesprek is afgelopen. Maar is er kans... Oké, laatste vraag. Is er kans dat jij ze gaat schadeloos stellen? Nou, dat voorspelt weinig goeds. Om hem toch de kans te geven om zijn verhaal te doen, laten we onze contactgegevens nog bij hem achter. In de hoop dat hij op een later moment wel wil praten. Maar als je denkt, ik wil toch wat zeggen? Ja, ik heb heel veel te zeggen, maar niet zo op dit moment en niet op deze manier. Je krijgt de kans om je verhaal te doen als je dat wil, ja? Ja, dat waardeer ik heel erg. Hai Tai. Na dit bezoek nemen we contact op met Adriaans advocaat. Er wordt ingestemd met een gesprek, maar Adriaan ziet daar uiteindelijk toch vanaf. Adriaan wordt in februari vrijgesproken van betrokkenheid bij de brand. En er komt geen hoger beroep. Het echtpaar Emk beraadt zich nu op een civiele procedure. Wordt dus mogelijk vervolgd. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.